Ik zeg het eigenlijk altijd, maak de berekening. Maak de berekening. Je kunt niet met losse vlodders schieten en hopen dat je een keer wat raakt. Maak de berekening. En dat geldt dus ook voor verkoop. Maak de berekening. Er zullen dagen zijn, misschien zelfs weken, dat je geen deal sluit. Dat je denkt, ah, man, ik ben maar aan het bellen en iedereen wil wel wat horen, maar het lukt maar niet en er vallen geen deals. Dat is niet erg. Dat hoort erbij. Dat zijn pieken en dalen. Dat is heel simpel. Soms ga je een week zo hard dat je denkt, wow, ik heb het te pakken. Dit is mijn week. En de week erop kan je gewoon een week hebben dat er gewoon helemaal niks binnenkomt. Dat je denkt, ben ik het verloren? Waar is mijn skill? Ben ik de magie kwijt? En dat is niet erg. Het is belangrijk dat je dan kunt terugvallen op feiten. En feiten, zoals een berekening, dat is gewoon heel makkelijk te maken. Geen deals, geen zorg. Geen deals, geen zorg. Dat is heel simpel. Je moet namelijk berekenen hoe het werkt. Dus het is ook de regel om niet te stoppen. Als je gaat stoppen, dan ga je falen, dan heb je geen deals. Dus niet falen, als je niet wilt falen, moet je niet stoppen. Gewoon doorgaan, doorgaan. Ik zal er aan bijzetten, doorgaan. Het is doorgaan. Doorgaan. Je moet willen doorgaan. Als je niet wilt doorgaan, hey, stop dan nu. Als je niet wil volhouden, als je niet de discipline hebt, stop nu dan, want dat is makkelijker. Maar daar gaan we niet vanuit. Geen deals is niet erg, kan gebeuren, hoort erbij. Niet falen, zolang je doorgaat. Doorgaan, 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 doorgaan. Want weet je wat het is? Op een gegeven moment weet jij dat je in een bepaald aantal aantallen wel deals binnenhaalt. Stel, even als voorbeeld, van de 1000 telefoontjes maak jij 50 deals. Ja, dat kan, misschien dat je net beginnend bent of dat je een heel moeilijk te verkopen product hebt, dat kan ook. Van de 1000 telefoontjes maak je 50 deals. Van die 50 deals, elke deal is €75 waard. Hè? Dat is je bonus, je kickback, weet ik wat. Je marge die je hebt op een €75 pak je daarvoor. Dan weet je dus per 1000 oproepen verdien ik €3750. Hè, dit is een euro cijfer, nummer, bedrag. Aantallen. Als je geen deals hebt en je weet, ik zit op 900, bij wijze van spreken, heel sterk. Maar stel, 900, dan weet je gewoon, ja, maar wacht eens even. De berekening is, 1000 deals gaan er 50 akkoord, krijg ik €75, is €37,50. Snap je? En daar moet je bewust van zijn. Want er gaan dagen komen dat je geen deals binnenhaalt. En dat is niet erg. Je moet weten wat de berekening is. En de berekening is, op zoveel aantallen bellen, als ik er 1000 bel, haal ik er bijvoorbeeld 50 binnen. Maar misschien doe je wel, als ik er 100 bel, haal ik er 50 binnen. Misschien wel als ik er 10.000 bel, haal ik er 50 binnen. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat moet jij in de praktijk ervaren. Dus daarom is het ook weer belangrijk om bij te houden wat er met alles gebeurt. En dit is in een periode. Hè? Dus we maken ook een berekening per periode. Het zijn 1000 telefoontjes in een week. 1000 telefoontjes in 2 weken. 1000 telefoontjes in een maand staat gelijk aan x. Als je weet dat je 1000 telefoontjes in de week doet, je doet er gemiddeld 50 deals uithalen. Dat is €37,50. Als je dat keer 4 doet, dan weet je wat je gaat verdienen deze maand. En als je weet, wacht eens even, ik moet er dus 4000 in de maand bellen om mijn budget binnen te halen, om mijn bonus binnen te halen, dan weet je dus ook, wacht eens even, dat kan ik kopen als ik me hier maar aan hou. En dat dan de eerste 2 weken compleet niks zijn en dat je echt denkt van waarom doe ik het? Maak de berekening. Maak de berekening. Maak de berekening per periode. Doe je de 1000 per week, dan moet je dus 4000 per maand doen. 4000 telefoontjes is 200 akkoord. En als dat niet lukt, ja, neem dan even contact met mij op. Dan gaan we naar je script kijken. Maar geloof mij, als jij een goed product hebt, je bent enthousiast, je hebt er zin in en je houdt je aan die 4000 stuks. Geloof mij, dan kan dat echt niet stuk gaan. En die berekening moet je misschien aanpassen naar 40 of naar 25. Dan moeten we ook denk ik even naar je script kijken. Maar dan nog, geloof ik erin dat als je goede berekening maakt en weet dat je daar succes uithaalt, dat het werkt. Het werkt. En dat als je een keer geen deal binnenhaalt, dat je weet, oh ja, maar dit is de berekening. Dus dat. Zet dat zwart op wit. Zet dit zwart op wit. En dan kan je nu denken, ja, dat ga ik niet doen. Maar heel simpel, ik heb deze blokjes, post-its. Hè? Heel simpel, ik schrijf hier die dingen op. Ik schrijf hier op wat zoiets is. 1000 is, 50 is, per periode is, bedrag is. Dan weet ik ook alweer, op het moment dat het even tegen zit, van, oh ja, oh, doodziek, weet je. Ik ben er nu, weet je, en dan pak ik gewoon zo'n post-it, zo, hop. Die plak ik onder mijn beeldscherm. En dan zet ik er dus dan op, weet ik wat, 1000
is 100 akkoord, is 100 euro, hij doet een heel plat, is, bam, dat is mijn deal. Dan weet ik wat ik eraan overhoud. Snap je? En dan denk je, ah ja, dit is het. En als het dan een keer tegen zit, of je denkt, oh, ik heb een rotweek, dan denk je, dit is het. Ik zit er nog niet, ik zit pas op 160. Ik moet gewoon aan het werk. Die 160 die nee zeggen, dat maakt niet uit. Geen deals op de eerste, dat is niet erg. Het gaat erom dat je weet, als ik de 1000 aantik, dan zitten daar dus 50 deals in. Punt. Dus laat je niet tegenhouden. Weet je, op het moment dat je denkt, oh ja, maar weet je, dit is een grafiek, hè, deals, akkoord voor deals, en dit is het aantal bellen, en je merkt dat dit het is, dan zal het hier wel dit zijn. Want dit is de regel. 1000 haal ik er 50 uit. Het zal misschien een keer zo gaan. Oh, gaat goed. En dan weer zo. Oh, ja, gaat toch goed. Oh, nee, toch niet. Oh, dat kan. Het zijn ups en downs. Accepteer het. Deal with it. Geen deals. Niet falen. Doorgaan. Bereken de aantallen. Want je weet dat je in de volumes, in de juiste aantallen, ga je deals binnenhalen. En ga je geld pakken, als het goed is. Of je moet het voor jezelf doen. Ja, dan pak je ook geld. Een bakje meer omzet voor het bedrijf. Berekening per periode. Schrijf het op. Hang het zichtbaar op. Maak het zichtbaar. Zichtbaar. Hang het onder je scherm. Ik heb gewoon, niet overdreven, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik denk wel 9 of 10 van die post-its onder mijn scherm hangen. Allemaal verschillende dingen. Van dingen die echt spoed hebben die ik moet doen. Tot dingen, trends, weet ik wat. Hele simpele, praktische dingen. Koop gewoon zo'n post-it blokje. Onder je scherm. Of op de koelkast. Of op de plek waar je aan het werk bent. Op je werk. Maakt me niet uit. Maar hang het op. Voor mij heb je in je kledingkast. Dat je het 's ochtends ziet. Dat je denkt, oh ja, ik heb vandaag geen zin. Dat je thuis komt en je denkt, oh ja, dit is het. Doe het. Doe het. Want met de berekening ga je erachter komen van, weet je, dit klopt. Ga je niet berekenen, dan denk je, hier geen deals. Ik heb geen zin meer. Ik ben een falende mislukkeling. Ik kan het niet. Ik wil niet meer. Ga je die aantallen ook niet meer aantikken. En dan stop je hier al. Denk je, oh ja, het valt allemaal weer dood. Niemand heeft zin. Dan krijg je zulke excuses. Ze willen allemaal niet kopen. Ze willen wel kopen, alleen ze zijn niet enthousiast over jouw product. Want 5 minuten later staan ze wel 100 euro uit te geven aan een nieuw paar schoenen. Dus ze willen wel geld uitgeven, alleen niet aan jou. En dan is jouw product niet indrukwekkend genoeg. Of je hebt niet goed boven water wat hun problemen zijn. Dus maak de berekening. Met de berekening ga je in ieder geval ook zeker weten, als ik een keer geen deals binnenhaal, hier moet ik naar kijken. En niet naar die 160 telefoontjes die geen succes hebben. Ik moet er 1000 doen. Als ik er 1000 heb gedaan, dan is de regel dat ik dit haal. En als dat een keer iets hoger is, kan dat. Als het een keer iets lager is, kan dat ook. Dat je op de 1048 deals pakt, ook prima. Maar het kan niet zo zijn dat je 1000 deals, telefoontjes doet en dat er 0 deals uitkomen. Het gaat om de aantallen. Maak de berekening.